Ja, die wet kan wel oud zijn, maar die wet is antiek. En in destijds had nog niemand ooit van überhaupt een computer gehoord. Laat staan van internet. En in de periode dat de heren bezig zijn geweest, hebben ze continu contact gehad met de autoriteiten. De Belastingdienst, de kansspelautoriteiten, adviseurs, advocaten, financiële adviseurs. Alles erop en eraan. Er is geloof ik voor meer dan 1 miljoen euro uitgegeven aan adviseurs. Dus de heren die dachten dat ze bezig waren op een manier zoals dat in ieder geval op zijn minst gedoogd werd. Daar zijn ze van uitgegaan. En dan kun je niet zeggen dat ze willens en wetens geen boodschap hebben gehad of zouden hebben gehad aan de overheid. U heeft aangekondigd dat u in beroep gaat. Geldt dat voor alle verdachten? Nou, ik heb het nog niet aangekondigd. Ik vind in ieder geval op basis van wat de rechtbank nu in samenvattende vorm heeft geoordeeld, dat dat een hele formele beoordeling is die volgens mij, maar dat zal ik in het uitgebreide vonnis wel terug moeten lezen, de finesses van de tijdsgeest en het proberen om het goed te doen niet heeft meegewogen. En nogmaals, het kan in het vonnis wel aan de orde komen nog, in het schriftelijke stuk. Maar op dit moment vind ik het een hele formele beslissing van de rechtbank. Het mocht niet, dus jullie zijn de klos, want je hebt het toch gedaan. Al dan niet met adviseurs. Daar komt ook nog een stukje plukse wetgeving bij. Een ontnemingsvordering heet dat inmiddels. Kortom, winsten die zijn verkregen moeten worden terugbetaald. Ja, ontneming maakt of wil graag dat crimineel verkregen gelden worden terugbetaald. Justitie heeft heel veel beslag gelegd. Gelden zijn ook weg. En ja, u zult zich kunnen voorstellen dat een ontnemingsvordering van 100 miljoen euro, ja, die is natuurlijk nooit meer te innen. Ik bedoel, dat is een heel apart verhaal gaat dat worden. Dus daar zullen we nog eens over moeten steggelen met het Openbaar Ministerie of we daar iets aan kunnen doen. Nu zou ze op straat kunnen zeggen, ja, ze hebben gegokt, maar ze hebben verloren. Op dit moment hebben ze gegokt. In ieder geval hadden ze al gegokt, maar verloren. Maar we moeten misschien maar eens kijken wat het Hof ervan vindt. Of het Hof ook deze mening is toegedaan. En dan op verschillende vlakken. Dus daar waar het gaat om de bewijsverklaring van de criminele organisatie. Daar waar het gaat wel of niet. Gedoogsituatie, et cetera. En dan zeggen ze nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dat is er altijd, ja. Ook in hoger beroep. Ook in hoger beroep, zeker in hoger beroep.